Nou, mis je nou iets in je woonkamer, precies die ene kale muur, dan is decoreren misschien wel een optie. Frans, kan jij mij nou vertellen wat precies een natuursteenstrip is? Ja, dat kan ik je vertellen. Een natuursteenstrip is gemaakt van kleine stukjes natuursteen die ongelijk zijn van vorm en van dikte. En het is een heel dun stripje wat makkelijk te verwerken is. En je ziet dat het een Z-vorm is, dus het is als een puzzel, past het in elkaar. En je hoeft het niet in te voegen. Dus het kan allemaal precies in elkaar passen eigenlijk? Ja, ja. Deze strips die verwerk je halfsteens. Je begint dus eerst met een hele en de tweede rij begin je met een halve. En daarom moet je er ook wel eens een paar zagen. En dat gaat op zich heel, heel eenvoudig. Waarom is dit nou momenteel zo ontzettend trendy? Ja, het is trendy. Je kunt denken aan een huiskamer waarin alle wanden wit zijn. Dat was een beetje saai. En als je dan zegt, nou, ik wil een accent maken, dan doe je dat niet met verf. Maar dan doe je dat een keer met iets wat meer relief geeft. En hoe moet je zoiets nou toepassen? Je verlijmt het met een sterke lijm, een soort tegellijm. En een dag van tevoren ga je het een keer voorlijmen. Dat is voor de hechting. Nou, op het moment dat je de strips gaat zetten, heb je ook halven nodig. En die kun je eigenlijk op een heel eenvoudige manier zagen. En kan je dat dan ook makkelijk zelf doen? Je kunt het heel makkelijk zelf doen. Als je een beetje handig bent, dan is het helemaal niet moeilijk. Belangrijk is dat je recht blijft werken. Dus het liefst met de waterpas, dat je een lijntje uitzet. Je zet de lijm op de muur met een lijmkam. En daarna druk je de strip er tegenaan. En zijn die strips nou ook buiten toepasbaar? Ja, je kunt het ook buiten toepassen. De meeste steensoorten zijn ervoor geschikt. En buiten kun je ook de muur nog impregneren. Dus om hem minder gevoelig te maken voor vocht. En als je dan niet in de gelegenheid bent om naar de showroom te komen en je wilt graag online bestellen, hoe weet je dan eigenlijk dat je het juiste hebt besteld? Nou, je kunt een proefpakketje bestellen en dan kun je dus het product zelf al bekijken. Mensen willen toch het product even in het echt zien en dat is handig als je dan het product thuisgestuurd kan krijgen voordat je het bestelt. Slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting at the seams.